Hi, ik ben Jelijn en ik ga je de Downward Facing Dog uitleggen. Plaats je handen en lijn van je schouder op de mat en spreid je vingers. Krul je tenen onder, breng je gewicht wat naar achteren en breng de zitbotten omhoog. Nou strek je je rug en strek je je armen en breng je hielen wat naar de grond toe. Maar hou je knieën lichtelijk gebogen. Nu als je wil kun je hiel voor hiel naar de grond toe brengen om wat ruimte te creëren. In de achterkant van je benen. Hou je armen gestrekt en je rug gestrekt. Je schouders weg van je oren. Dan kom je tot een stilte. Strek je volledig uit. Voel je als een kat of een hond die zich volledig uitstrekt. En kijk of je hielen wat dichter naar de grond kunt brengen. Hou je navel wat naar binnen en adem in door je neus. En uit door je neus. In door je neus. En uit door je neus. Nog één ademhaling hier in. En uit. En langzaam plaats je de knieën terug op de mat. De toppen van de voeten op je mat. En handen op je bovenbenen. Dit was de oefening. Kijk ook de andere losse yoga oefeningen met uitleg. Of bekijk de gehele yogales op het kanaal van Kruidvat. Namaste.